Het is een gevaarlijke concentratie in relatie ook weer met concurrentie. Hè? Want er is inmiddels toch de afgelopen jaren eigenlijk een nieuw platform ontstaan van media. Met eigen bronnen ook. En dat is heel interessant. Wat heel bijzonder is, dat is dat we hebben natuurlijk altijd wel een pluriforme media gehad. Hè? De kranten die waren wel verzuild met politieke partijen en met zenders. Maar het was voldoende pluriform en dat was ook gericht tegen, of zeg maar gericht tegen, het controleerde de macht, als het ware. En dat deden ze goed. En je zag ook dat ze eigenlijk met elkaar andere invalshoeken hadden. Dus dat functioneerde. De kranten die hebben dus altijd een inkomsten gehad, zowel uit abonnees als advertenties. En dat is in 1965 is dat opgehouden, toen is de Ster opgericht. Die heeft die televisiereclame ingesteld. En toen liepen dus echt in snel tempo liepen de adverteerders van de kranten weg naar de televisie. En dat is een hele problematische periode geweest waar eigenlijk niemand goed op was voorbereid. En dan zie je dat er concentraties gaan ontstaan. En dat begon inderdaad met bijvoorbeeld de drukpersen met elkaar delen. Hè? Dus je kreeg een ochtendkrant en een avondkrant en die hadden dan één pers. En die pers die kon al 24 uur doordraaien. Dat is allemaal heel efficiënt. Maar het ging dus ook op het niveau van correspondenten in het buitenland. En die waren duur. Hè? Als je in New York zaten ze, in Washington, ze zaten in Londen, ze zaten in Parijs. Dat waren niet de minste plaatsen en dat kostte veel geld. Dus sommige posten werden opgeheven. He, zoals in Saoedi-Arabië werd het opgeheven. Maar bijvoorbeeld in de westerse landen bleven ze staan. Maar die correspondenten gingen weer, eigenlijk voor meerdere platforms gingen ze werken. En dan zie je dat daar eigenlijk al een beetje de pluriformiteit aan het wegvallen is. En dat is er is natuurlijk heel veel gebeurd. Hè? De kranten zijn gaan fuseren met elkaar. Althans, ze zijn met elkaar in Stichting Democratie en Media terechtgekomen. Dus daar is de overheid. Door de opkomst van de televisie, omdat daar al een bepaalde concurrentiepositie ook vanuit ging, zijn die kranten al meer naar elkaar toegetrokken. Dus ze werden gedwongen. Ja, ze werden ook gedwongen door de politiek. De politiek heeft ook echt gezegd van jullie moeten meer samenwerken, et cetera. Dus er is wel een politieke druk achter gezeten. Maar je ziet wel dat Ze hebben met elkaar redelijk goed kunnen overleven. Je kreeg dus de Stichting Democratie en Media. Daar zaten alle kranten zaten daarin. De stichtingen van de kranten zaten daarin. Maar de overheid zat daar ook in. En die stopten ze daar jaarlijks geld in. En de kranten die konden daar dan weer geld uithalen voor speciale projecten. En dat werd dan zo goed gehonoreerd dat ze daar ook zeg maar hun operationele kosten voor een deel konden goedmaken. Dus op die manier werd zeg maar de uitstroom van adverteerders werd op die manier goed gemaakt. Alleen op een gegeven moment kreeg je ook een uitstroom van abonnees. En ja, dat is op een gegeven moment is dat dweilen met de kraan open. Dus toen hebben ze toen is er een buitenlandse, een Engelse investeerder is gekomen, Apex. En die heeft in een paar jaar tijd met hele mooie woorden hebben ze het eigen vermogen hebben ze weggenomen en de kranten achtergelaten met een schuld van, ik meen niet, van 54 miljoen. Dus dat was een drama. En toen werd er dus gezocht naar een oplossing. En dat was meneer Van Tillo en zijn collega van het Mediahuis. Ja, even naar Paul. Hoe vind jij dat het gesteld is met de journalistiek in Nederland? Erbarmelijk. Waarom? Ja, Max heeft helemaal gelijk. Het lijkt allemaal veel te veel op elkaar. Met name dus die geschreven media, die kranten. Dus de kranten die in beeld worden gebracht achter mijn overbuurmannen. Het Parool, het Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Trouw. Het lijkt allemaal heel erg veel op elkaar. Er staan dezelfde soorten dingen in over corona en de vaccins. Staan er dezelfde soort dingen in. Die zie je overal. Over de oorlog tussen de Russische Federatie en Oekraïne. Het lijkt allemaal als twee druppels water op elkaar. Die berichten
berichten die daarin staan. En je moet echt naar het internet gaan. Je moet naar Weltschmerz gaan kijken. Of je moet naar een omroep als Ongehoord Nederland moet je gaan kijken. Om iets anders tegen te komen. En dan gaat er een enorm geloei op dat het, dat is ook heel gevaarlijk, dat het allemaal nepnieuws zou zijn en misinformatie en desinformatie. Ja. Nee, het is een ander soort informatie. Maar nou heb je die botsing der meningen heb je echt nodig, maar dat is... Nou, bijvoorbeeld Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, die heeft in maart 2020 gezegd dat tijdens corona wetenschap, de overheid en journalistiek met één mond moesten praten. Nou, wat vind jij ongelooflijk van zo'n uitspraak? Nou, zeer bedenkelijk dat een journalist, een hoofdredacteur van een belangrijk Nederlands dagblad, dat hij zoiets durft te zeggen. En ook onbegrijpelijk dat dat niet een enorme discussie heeft losgemaakt onder journalisten. Die toch zeggen dat de enige manier waarop je in een democratische samenleving iets van een betrouwbare informatie naar boven kunt krijgen, wanneer je tegengestelde opvattingen hebt. Alleen maar in de botsing der meningen komt de waarheid naar voren. Maar zij denken de waarheid al in pacht hebben natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zij vinden het heel gevaarlijk. Zij denken als het publiek kennis gaat nemen van al die opvattingen, ja, dan ontstaat er een hele groep met wappies die zich niet meer laten vaccineren. Nee, maar zo begint dat begint bij een dictatuur en dat eindigt bij een totalitaire staat, waarin de overheid op alle punten eigenlijk oplossingen aanbiedt en opvattingen uitdraagt, eventueel afgedwongen door de wet of andere dwangmaatregelen. En dat is niet een maatschappij die fijn is om in te leven.